vandaag op Workers Memorial Day. Met een sobere kranslegging worden alle slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten herdacht. Het is voor het eerst dat ook in Hengelo dit gebeurt. In Amsterdam en Rotterdam is dit al een jaarlijkse bijeenkomst. Het is een jaarlijkse herdenking wereldwijd van alle mensen, alle werknemers die gestorven zijn door hun werk of door een beroepsziekte zijn overleden. En dat zijn er veel, dat zijn er miljoenen wereldwijd. En als je het berekent, dat wordt allemaal gedaan door de Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid, dan komen we zeker in Twente afgelopen jaar op 120 mensen uit. Bij een bedrijfsongeval in Balkbrug is vanochtend een man van 49 jaar uit Ommen om het leven gekomen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Een man is vanmiddag gewond geraakt bij een bedrijfsongeval met een heftruck op een bedrijfsterrein van een bouwbedrijf in Dedemsvaart. Bij een bedrijfsongeval bij een stoffenproducent in Enschede is vanmorgen een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer zou vast hebben gezeten in een machine. Bij Van Merkestein Staalcoating in Raalte is gisteren een medewerker ernstig gewond geraakt. De man kwam bekneld te zitten bij het lossen van een zwaar stalen onderdeel. Voorbeelden van ongelukken in heel Overijssel te over. Maar dan blijkt ook dat er meerdere redenen zijn waarom juist in Twente relatief hoge ongevalcijfers zijn. Want gemiddeld is Twente heeft een aantal sectoren die juist hoog in het risico zitten. Zoals? De bouw, industrie, transport. Nou, je hoeft alleen maar over vrachtwagenchauffeurs te rekenen natuurlijk. Nou, die zijn natuurlijk kwetsbaar. Komen vaak ook in aanraking met gevaarlijke stoffen, ook hier. Ook in de landbouw. Vaak kun je het niet één op één terugrekenen. Maar we weten wel dat vaak de doodsoorzaak toch terug te redeneren valt naar een gevaarlijke stof. Ja, in Twente is natuurlijk toch ook nog altijd asbest, eterniet, het bekende verhaal. Waar op dit moment nog altijd mensen aan asbestose overlijden. Je zou kunnen verwachten dat het de goede kant op gaat door meer controles en een toegenomen bewustzijn. Mede door die asbestaffaire en bijvoorbeeld die met de ziekmakende chroom 6 verf. Maar het tegendeel blijkt het geval. Ja, helaas het stijgt. Het stijgt heel duidelijk. We weten, afgelopen weken zijn er nog cijfers uitgekomen van de inspectie, de arbeidsinspectie, zeg maar, Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid. Dat als wij nu niks doen, dat over 2025 het aantal doden door beroepsziekten, door aanraking vooral met dus gevaarlijke stof, met 15% zal zijn toegenomen.